Oké. Okay. Evelien. En zeg maar andere gasten, van harte welkom. Wij van Burger Forum, zoals je weet, hebben een actie opgezet om te kijken of we een bepaald bedrag, wat we nou niet meer voor snuisterijen bij de verkiezingen uitgeven, te kunnen geven aan een heel goed doel. Voor ons was het nog wel spannend, omdat wij ook hebben besloten dat we zelf het goede doel niet zouden kiezen. Maar dat eerst binnen de gemeenschap mensen een aantal goede doelen mochten aandragen. En jullie waren één van die goede doelen. Toen hebben we toch nog zelf de keuze gemaakt uit 7 doelen die ons zelf na aan het hart gaat. Daar was je ook weer bij. En uiteindelijk is er een stemming geweest. En daar hebben heel veel mensen uit de gemeenschap gestemd. Dus jullie bekendheid is al redelijk groot. Maar het betekent in ieder geval dat meer dan de helft van de mensen die er gestemd heeft, niet op een van de andere 6 doelen gestemd heeft, maar op jullie. En waar jullie dus veruit de winnaar waren. En waardoor het aan ons eigenlijk de eer is om het geld wat wij niet uitgeven aan iets anders, nou zeg maar bij jullie kwijt te kunnen. En ik moet eerlijk toegeven dat het ons ook heel erg goed past. Omdat het, zeg maar als een van de rijkste landen van de wereld, en dat zie je op heel veel plekken terug, toch wel heel pijnlijk is dat wij niet voor iedereen echt heel goed kunnen zorgen. En dat gaat ons allemaal hier aan het hart. We proberen hier in het dorp daar ook van alles aan te doen. Maar ook daar komen we nog tekort. En kunnen we iedere hulp die daarbij komt, zeg maar helpen. Ja, dank je wel. Dus heel graag geef ik stiekem er eentje buiten beeld. Maar wil ik jou, dan mag ik eigenlijk geen handje geven. Dus dat doen we hierachter. We doen net alsof, hè? Ja, dank je. Dank je wel. Dank u wel. En dat het maar een hele mooie bestemming mag krijgen. Dat gaat het zeer zeker krijgen. Echt super bedankt namens Stop Armoede 053. Want met voor dit bedrag kunnen wij gewoon heel veel gezinnen blij maken met voedsel. Dank u wel. Kan ik iemand anders nog het woord geven? Ja, misschien wil je zelf iets zeggen. Van Ja, dat wil ik wel. Om te besteden. Zal ik deze vasthouden? Ik ben Evelien van Hattem van Stop Armoede 053. Wij helpen mensen in de minima met voedsel, huiswaar, kleding, speelgoed voor mensen die het gewoon echt niet kunnen betalen. Mensen kunnen uiteraard ook lid worden van onze Facebookpagina Stop Armoede 053, waar ze ook weer spulletjes weg kunnen geven. Het lijkt op een soort weggeefsite, maar puur echt voor de mensen die het goed kunnen gebruiken. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? We hebben overal depots. Ja. We hebben dus overal depots van Losser, Enschede, Haaksbergen, echte, ja, het hele 035. Uit 053 gebied. Ja. Uiteraard doen wij ook mondkapjes uitgifte bij depot Losser. Zelftesters, maandverband. Ja, wij doen ook aan menstruatiearmoede. Dan kunnen ze ook terecht bij Tanja. Misschien wil jij jou even voorstellen wie je bent in Losser. Nou, ik ben Tanja Elfrink. Sinds ruim een jaar ben ik depot Losser. Ja, ik heb sinds een paar dagen heb ik een leuke plaat voor de, of een affiche voor het raam hangen, zodat er nog meer bekendheid komt. En ik merk zelf ook wel dat er echt wel heel veel vraag is. Mondkapjes, zelftesters, maar ook maandverband. Dat ze mij een berichtje sturen van, mag ik een pakje ophalen? Ja, kom maar. Dus dat merk ik wel. En ook mensen die gewoon aan de deur blijven praten van, ja, ik zit zo, ik zit zo, ik zit zo. Ja, alles wat wordt gezegd, dat blijft bij mij. En als het heel erg is, dan verwijs ik door naar Evelien. Maar op zich, ja, kan iedereen mij een berichtje sturen van, ik heb wat nodig. Dus, ja, en dat is gewoon een mooie team die erachter zit, die ook veel overlegt en dat is ook allemaal heel belangrijk. Maar de mensen weten hier ook veel meer te vinden, ja. Ook voor voedsel, ja. Ook voor kleding. Ja, klopt. De drempel wordt nu steeds een beetje lager. Dat was het. Super, dankjewel. Het jammer is dat het nodig is. We zullen er alles aan doen om te proberen dat het in ieder geval minder nodig is. Maar we zullen het waarschijnlijk niet helemaal zeg maar wegkrijgen. Dus we zijn heel blij dat we jullie nou hier kunnen helpen. En wensen jullie heel veel succes met het werk. Dank u wel. Dank u wel.